Je hebt alweer het is weer een aantal weken geleden dat die Nederlandse beker werd veroverd. Het was een weekend waarin jullie boven jezelf uitstegen. Nou, dat weet ik niet of we boven onszelf uitgestegen zijn. We hebben het volleybal gespeeld wat we kunnen spelen. We hebben er naartoe gewerkt dat spelers daar fit waren. En ja, sommigen waren met plakband aan elkaar geplakt. Maar op dat moment konden ze wel optimaal presteren. Maar dat kunnen we niet over langere termijn. Want daarvoor zijn de blessures die ze hebben te ernstig. Ja. Ja, dat is inderdaad heel jammer, want eigenlijk laten we dan zien dat we zo goed kunnen spelen dat we van iedereen kunnen winnen. Maar ja, helaas hebben we dat inderdaad niet door kunnen zetten. Ik denk ook dat het iets te maken heeft met blessures. We hebben best wel veel blessures gehad. Hadden we eigenlijk ook al tijdens het bekerweekend wat kleine pijntjes. En het heeft zich toch doorgezet in wat overbelastingklachten en wat andere ongelukkige dingen eigenlijk. Dus we hebben nu nog maar een kleine selectie voor bij de wedstrijden en ook voor bij de training. Dat is natuurlijk best wel nadelig. Maar en waar het verder aan ligt is altijd een beetje gissen natuurlijk. We willen graag ook zelf die lijn doorzetten. Maar dat lukt dan niet altijd met zo'n jong team. Het bereiken van de Final Four en het bereiken van de play-offs was eigenlijk het doel? Nou, eigenlijk was het doel dat we dit jaar erin zouden blijven. Bij de laatste zes zouden we komen in de... Ja, daar was ik wel erg tevreden mee. Ik had niet het gevoel aan het begin van het seizoen dat we dat zomaar even zouden gaan halen. En dat heeft er natuurlijk nog even om gehangen. Maar mijn doel van het team was eigenlijk zorgen dat we erin blijven en de finale ronde halen. Ben jij tevreden met het niveau waarop die 7 meiden op dit moment acteren? Ja, die 7 die doen het prima. Daar is niks mis mee. Maar het is gewoon lastig trainen met 7-8 mensen en dat is hetgeen wat ons opbreekt. We kunnen geen teamtraining doen, we kunnen alleen maar individuele dingen doen. En als je op dit niveau echt aan de weg wilt timmeren, dan moet je gewoon 11 of 12 spelers hebben. Zodat je 6 tegen 5, 6 tegen 6 kunt spelen en onder druk kunt volleyballen. En het mooie van deze prijs, het is tenslotte de beker van de Eredivisie volleybal. Dat is Heracles, by the way, niet gelukt. Ja. Maar dat zijn ook mannen en jullie zijn vrouwen. We brengen jullie naar Almelo. En dat is een boost voor heel sportminnend Almelo. Jullie zijn een voorbeeld voor jonge meisjes, jonge jongetjes. En die willen dat ook bereiken. Die willen hier ook een keer staan. En het is echt uniek. En dat is ook de reden geweest dat wij hen als heel team uitgenodigd hebben. En op deze manier hebben gehuldigd met de beker die zij behaald hebben. Het gebeurt natuurlijk niet zo vaak dat een ploeg uit Almelo een dergelijk resultaat haalt en dan uitgenodigd wordt in het huis van de stad. Nee, dus wij vonden het ook heel passend als college, als blijk van waardering, om ze hier uit te nodigen. Ook vlak voor de raadsvergadering, zodat raadsleden er ook bij betrokken zijn en hun hier echt letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten. Dames, ongelooflijk succes.